Het ministerie van Openbare Werken is gestart met de laatste fase van het terughalen van staatsvoertuigen die buiten de wettelijke regelingen zijn aangeschaft. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken meldt in een persbericht dat volgens een voorlopig onderzoek 150 voertuigen op het laatste moment zijn verkocht. Met betrekking tot het gebruik van staatsvoertuigen volgen er binnenkort aangepaste maatregelen. Alle staats- en dienstvoertuigen worden voorzien van blauwe kentekenplaten, waardoor het gemakkelijker te controleren zal zijn hoe de staatseigendommen worden gebruikt en waar die zich bevinden. De burger zal ook een controlerende rol moeten vervullen door een oogje in het zeil te houden op het oneigenlijk gebruik van staatsvoertuigen en materieel. Aldus de OW-minister.